Zeg, moet je nu eens iets weten? Mijn zus is blijkbaar ook lesbisch. Ah, leuk. Ja, iedereen is hier precies holebi tegenwoordig. Straks zijn wij hier de enige hetero's nog. Ik denk dat ik u eens iets moet zeggen. No! Ik heb geen idee, maar ik denk dat dat wel stijgt, omdat nu veel meer mensen ervoor kunnen uitkomen. Ik denk redelijk veel. Dat kan de helft zijn. Ik heb echt geen idee. Och, dat kan ik niet weten, maar ik denk toch minstens 2. Het is nu eigenlijk wel een hele moeilijke vraag, omdat iedereen een beetje anders is. Ja, holibi, dat gaat eigenlijk voornamelijk over identiteit en hoe dat je jezelf beziet. En in het geval van holibi dus, hoe dat je je aangetrokken voelt tot iemand anders. Sommige mensen weten het niet echt. Ze voelen wel dingen, maar noemen het niet zo. Of ze houden het liever geheim. Dat ze holibi zijn. Ja, en sowieso, dat verschilt ook van mens tot mens. En daarom is het net moeilijk om daar een getal op te plakken. Maar? Uit onderzoek in Vlaanderen is gebleken dat 63% wel eens verlangens heeft voor iemand van hetzelfde geslacht. 7% heeft al eens geëxperimenteerd met iemand van hetzelfde geslacht. En 2,3% noemt zichzelf ook echt holibi. En daaruit kunnen we concluderen dat 8% ongeveer in de categorie van holibi valt. Reken zelf maar eens uit hoeveel dat er zijn in de klas, of op een school, of op de bus. Oké, maar dat is ook wel Vlaanderen, hè? Ja, er zijn nog veel plaatsen waar het niet wordt geaccepteerd. Beeld je gewoon in dat je niet op vakantie kunt gaan met je lief, gewoon omdat je daar gearresteerd voor kunt worden. Ja, amai. Dat ben ik wel blij dat ik hier in België woon. Ja, en uiteindelijk, het is ook niet overal slecht, hè. Als je nu kijkt naar Zuid-Afrika en Parijs, daar heb je moskees waar je als holibi naartoe kunt gaan. Wauw, nice. Gun de mensen uiteindelijk wat tijd. Wij hebben ook veel tijd nodig gehad. Allee, ook niet te veel tijd. Nee. Zeg, ik heb aan iedereen gevraagd en niemand in mijn klas is dus holibi. Aan iedereen gevraagd, ja, hè? Goed, hè? Ja. Allee, dan blijft er maar 1 iemand meer over, hè? Hé?